Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik deze Wire Jig starter set uittesten van de Action. Ik liep door het knutselpad als het ware en ik zag deze opeens bovenaan liggen en daarvan, dat is nieuw en die wil ik mee naar huis nemen. Deze set ligt momenteel in de winkel voor €4,69. Allereerst zit er dus deze verschillende kleuren draad in. En dan als tweede dit setje waarmee je dus verschillende vormpjes kan maken, is het idee. Ik had even moeite met inzien dat dit een schuifpaneel was en niet een kleppaneeltje. Maar maakt niet uit, ik kwam erachter en toen kwamen we alle items die er daadwerkelijk ook echt in zitten. Deze kleine pinnetjesrooster is het framework en dan zitten hier deze losse pinnetjes in waarmee je dus de verschillende vormpjes kan samenstellen. Deze pinnetjes zijn in verschillende diktes te vinden in het setje en daarnaast zit er gewoon een simpel klein wirecutter bij. Dus ja, eigenlijk heel compleet. Ook is er een gebruiksaanwijzing waarin verschillende vormpjes te zien zijn en ook hoe je dit specifiek toe moet passen. En ik ga gewoon even kijken wat voor leuke vormpjes er allemaal tussen zitten en ik land uiteindelijk hier op dit monsterablad. Het monsterablad is dan ook degene die ik hier deze keer ga testen bij dit setje. Puur alleen om te kijken van, is het setje het geld waard? De pinnetjes zelf gaan niet altijd even gemakkelijk in de houder. Dus af en toe moet ik ook echt even goed doordrukken. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat dan nog een klein stukje plastic aan de achterkant zit. In productie is er dan waarschijnlijk iets misgegaan, waardoor het dus niet helemaal doorheen ging. Maar met een beetje druk uitoefenen lukt het allemaal wel. Het is even puzzelen welk stokje waar precies geplaatst moet worden. Maar na even flink uittellen en doen, was ik daar snel genoeg achter. Dan komen we nou bij het vormpje zelf opzetten. En ook dit was weer eventjes goed uitzoeken en even goed naar de afbeeldingen kijken. Hoe ik steeds linksom of rechtsom langs een paaltje moest gaan om de vorm te krijgen. Het setje is een leuk hebben dingetje. Echter vind ik persoonlijk het geld niet waard. Je betaalt hier €4,70 voor. Ik ben voor dit ene kleine monsterblad, naar mijn gevoel, veel te lang bezig geweest om die ene te kunnen maken. Terwijl als ik het wire zelf gewoon los had gedaan en met de hand, ik het allemaal veel sneller had kunnen doen. Dat was het weer voor deze video. Hoop ik vond je video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dan vooral het duimpje omhoog te geven. En tot de volgende keer weer. Doei!